Het is maandag 21 januari. Dit is Flevoland. Aaiensector samelt geld in voor failliete machinebouwer. Opnieuw actie tegen bouwplannen op Strandhorst. En Olympisch schaatskampioen stopt met de winterwinkel. Goedenavond. Het Emmeloordse bedrijf eCraft is failliet. En de uiensector probeert het met crowdfunding weer overeind te helpen. Er is inmiddels al meer dan 1 miljoen opgehaald. eCraft zit al jaren in Emmeloord en heeft 80 werknemers. Het bedrijf bouwt machines die belangrijk zijn voor de uiensector. Heel de uiensector is eigenlijk afhankelijk van de machines van eCraft. En ja, we vinden met z'n allen heel belangrijk dat die know-how en kennis blijft bestaan. Zodat bij problemen in het bedrijf we ook adequaat geholpen kunnen worden. eCraft maakt machines voor het sorteren, verwerken en verpakken van uien. Veel bedrijven maken gebruik van die machines. Maar de laatste tijd ging het minder. Het bedrijf werd vorige week failliet verklaard. En vrijwel meteen kwam er een crowdfundingsactie op gang. De crowdfunding is een initiatief van enkele grote uienverwerkers. Met de inzameling willen ze het Emmeloordse bedrijf een lening verstrekken. Dat gunnen ze de oprichters. Maar de uiensector heeft er zelf ook belang bij. Er ligt dus ook van ons bedrijf heel veel kennis en know-how bij hun op de plank. En dat hebben we soms zelf geen eens, dat ligt allemaal daar. Dus we willen dat wel waarborgen dat in ieder geval voor ons blijft bestaan. En dat we er zelf op de een of andere manier gewoon gebruik van kunnen maken. Hoe sympathiek ook, het is de vraag of het geld van de crowdfundingsactie gebruikt gaat worden. Want de curator van het bedrijf laat weten dat er inmiddels zicht is op een doorstart van het bedrijf. De curator hoopt deze week nieuws te melden over de doorstart van eCraft. Wordt de rust en het uitzicht op de stranden van Zeewolde straks verstoord door een evenementenhal aan de overkant? Het is nog steeds de vrees van Leefbaar Zeewolde. De partij kijkt wantrouwend naar bouwplannen op het Gelderse strand Horst. Sta je in Zeewolde op het strand en kijk je uit over het water, dan zie je aan de overkant strand Horst liggen. De gemeente Ermelo heeft daar grootse plannen mee. Ze moet er een evenementenhal komen waar 80 dagen per jaar bijeenkomsten voor meer dan 2.500 mensen mogelijk zijn. En dat is iets waar Leefbaar Zeewolde zich zorgen om maakt. We verwachten dat er een behoorlijk wat geluidsoverlast is. Zoals u ziet hier, het is een vlakke omgeving natuurlijk door al het water wat er is. Nauwelijks enige weerstand. Dat geluid draagt ontzettend ver. Ander onderdeel van de plannen, een hotel. Met een toren van maximaal 60 meter hoog. Het is niet in overeenstemming met de eerder gemaakte afspraken van de Randmeergemeente om de kustzones in hun natuurlijke hoedanigheid juist te ontwikkelen. En te proberen die natuurwaardes te versterken. En daar helpt zo'n 60 meter hoge toren helpt daar niet bij. Voordat het echt te laat is, wil Leefbaar Zeewolde mensen aansporen om in actie te komen. De plannen van de gemeente Ermelo zijn namelijk al bijna af. Ja, het is niet onze gemeente, maar de gemeente is wel verplicht om de bouwplannen ter inzage te leggen. En daarop kan een zienswijze worden ingediend. Nou, die zienswijze, daarvan hebben we een voorbeeld gemaakt en die is op onze website beschikbaar. En die richt zich vooral op die twee punten. Enerzijds de zichtlijnen die worden onderbroken door die hoge toren van 60 meter. En anderzijds het te verwachten geluidsoverlast. De partij zet in op aanpassing van de plannen, niet op volledig afstel. Ontwikkelingen juichen we zeker toe als dat precies gaat zoals de eerder gemaakte afspraken. En dat de natuurwaardes van dit prachtige gebied behouden blijven. Kort nieuws dan. Een schuur in een achtertuin in Dronten is vanochtend door brand verwoest. Het vuur aan de Koninck brak kort voor 8:30 uit. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon weinig meer uitrichten. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Flevolandse CDA-statenlid Marianne Luijer wil de overstap maken naar de Eerste Kamer. Dalmeerse staat op de 11e plaats van de advieslijst van het CDA, die op 9 februari definitief wordt vastgesteld. De partij heeft nu 12 zetels in de Senaat. Oud-wethouder Wim Smit uit Dronten is bezorgd over de kosten voor de verbouwing van het gemeentehuis in zijn woonplaats. Hij hoopt dat gemeenteraadsleden nog eens heel goed nadenken of er geen alternatieven zijn die beter zijn, zoals nieuwbouw. Het college wil het gemeentehuis voor 24 miljoen euro verbouwen. De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met de verbouwing, maar de raad wil nog kijken of het goedkoper kan.
De ijsbaan van surfschool Paradiso in Lelystad gaat morgen open. Het is voorlopig de enige plek in Flevoland waar geschaatst kan worden. Het ijs bij de andere banen in Flevoland is nog te dun. Er wordt rond de 4 centimeter gemeten, maar er is minimaal 5 centimeter ijs nodig. En als je dan gaat schaatsen, bijvoorbeeld in Dronten, dan kan je de ijzers laten slijpen in de winterwinkel van Annie Borkink. Nu nog wel, maar de voormalig Olympisch schaatskampioen stopt ermee. Alles moet weg uit de winkel en het huidige winterse weer komt haar daarom goed van pas. Ik heb voor 3 weken terug de voorspellingen gehoord. Ik denk, dit heb ik niet eerder gehoord. Wie weet wat mijn beden verhoort. En dat zal mooi. Dan komt de grote aanloop, denkt u eigenlijk? Dan denk ik dat ik er heel snel doorheen ben. Na 28 jaar stopt Annie met het prepareren van schaatsen en skis en met haar geliefde winkel. Ze deed het werk met haar man, maar die kan dat niet meer. Annie hoopt stiekem nog dat iemand de zaak wil overnemen. Die ervaring die ik opgedaan heb en die know-how, dat zou ik graag over willen geven. Kijk, mijn kinderen kunnen het zelf ook. Maar ja, die hebben allemaal een baan en een goede baan. Dus die zeggen ook, ja mam, we hebben daar geen tijd voor. Vindt u dat jammer? Ja, gaat me zeer aan het hart, mag ik best weten. Ja. Dat de winkel op slot gaat, wil niet zeggen dat de oud-Olympisch kampioen het schaatsen helemaal vaarwel zegt. Ze blijft zelf op de ijzer staan. Dat is het mooiste wat er is. Dat moet je kunnen ervaren als je dus die techniek beheerst. En gewoon heerlijk zo op die techniek. De vloeiende beweging wat het schaatsen meebrengt. Ja, dat is gewoon heerlijk. Maar dan ook het natuurreis natuurlijk. Op die open vlaktes, op die meren. Ja, dat is genieten gewoon. En ik kijk ernaar uit dat de koning winter mag voor mij komen. Deze winter worden voor haar trouwe klanten de schaatsen nog geslepen. En dan heb je het niet even over scherp maken en klaar. Nee, daar komt veel meer bij kijken. En ook al weet ik, dit is een recreant, maar ook een recreant heeft er recht op dat zijn schaatsen goed geslepen worden. In de extra vrije tijd die ze straks heeft, gaat ze fietsen en genieten van haar tweede huis in Zweden. Maar het afscheid valt haar zwaar. De contacten met de mensen en de klant, ja, dat ga ik gewoon missen. In Almere wordt er momenteel druk gewerkt aan de voetbalfabriek. Dat is een speelhal met verschillende soorten voetbalspellen. Volgens initiatiefnemer Pim Overtoom is het een nieuw concept dat in deze vorm nog nergens te vinden is. We bieden hier straks in onze locatie van bijna 1500 vierkante meter bieden we allerlei verschillende voetbalactiviteiten aan. De voetbalfabriek bestaat uit 3 hallen waar verschillende voetbalspellen te vinden zijn. Momenteel wordt er nog geklust aan onder meer voetbalbiljart, panna, voetvolley en voetbalminigolf. Het idee is eigenlijk een beetje midget golf, maar dan in het groot, XL. Van jong en oud, je gaat lekker aan de slag en probeert in zo weinig mogelijk schoten de bal te putten. Overtoom is zelf een zaalvoetballer. Een uitje met zijn team bracht hem op het idee om de speelhal te maken. 2,5 jaar geleden zijn we als afsluiting van het seizoen zijn we gaan voetgolven op de golfbaan in Amsterdam. En toen op de weg naar huis dacht ik van superleuk, maar waarom moet ik ervoor naar Amsterdam? En toen ben ik daarover gaan nadenken. Nou, een buitenconcept was onhaalbaar in Almere. Toen ben ik gaan nadenken over een binnenconcept. En dit is het resultaat. En het eindresultaat is op 2 februari te zien. Want dan moet de fabriek open voor publiek. Iedereen die het leuk vindt om met voetbal bezig te zijn, die kan hier straks genieten en plezier maken. Dat zijn kinderen, maar dat zijn zeker ook volwassenen die misschien op een hoger niveau spelen. Alle activiteiten die we hebben, die zijn zo gemaakt dat ze voor alle niveaus en alle leeftijden leuk zijn. En dit was Flevoland voor vandaag. Treinreizigers opgelet, want er rijden morgenochtend minder treinen vanwege het weer. Er wordt sneeuw verwacht en Robert de Vries die vertelt er straks natuurlijk uitgebreid over in het weer. En het nieuws is er morgen weer vanaf 5 uur op tv. Een fijne avond voor nu en heel graag tot morgen.